Goedendag. Er trokken zware onweersbuien over donderdagavond en in de nacht naar vrijdag. En dat hebben we ze op sommige plaatsen echt wel gemerkt. Zeker in de omgeving van Venlo, maar ook in de achterhoek. En op de Veluwe viel heel veel neerslag en kregen we ook dus dit soort plaatjes binnen. Pak ik even de radarbeelden erbij van gisteren. Dan zien we goed dat die onweersbuien als eerste in Duitsland ontstonden, maar daarna ook in een strook over het oosten van Nederland wegtrekkend richting het westen. En er viel lokaal dus heel veel regen. Tot aan 50 mm aan toe, lokaal zelfs richting de 70 mm. En op sommige plaatsen ook nog hagel van 3 cm en heel veel onweer. En dan was het echt wel even oppassen als je erop uit moest. Maar goed, de verschillen waren dus groot. Op de ene plaats had je inderdaad die wateroverlast. Maar een paar kilometer verder was er dan weer niks aan de hand. En dat hebben we dus altijd wel een beetje in dit soort situaties waarbij die lokale buien voor wat overlast kunnen zorgen. Nou, ook vandaag hebben we nog met regenachtige perioden te maken. Niet meer zoveel regen als gisteren, maar die paraplu heb je echt nog wel even nodig. En dat gaat in het weekend ook nog wel het geval zijn. Op de Weerkaart ziet het er dan als volgt uit. We liggen nu pal onder een lage drukgebied en dat lage drukgebied gaat zich uiteindelijk een beetje verplaatsen. Richting... Groot-Brittannië, daarachter wordt het tijdelijk echt wel even wat droger. Zaterdag starten we dan ook droog nog met enkele zonnige perioden. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden weer de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Met ook weer kans op wat windstoten. Zondag dan lijkt de meeste regen weggelegd voor het noorden van het land. Maar de nieuwe week start ook opnieuw wisselvallig. Lage drukgebieden tollen een beetje rond in onze omgeving, met dus die aanvoer van buien. Pas in de loop van komende week dan wordt het echt langzaamaan wat droger, krijgt de zon ook wat meer ruimte om te schijnen en dan wordt het allemaal wat stabieler. Kijken we dan even naar de weerkaart voor vanmiddag in de weersymbolen. Ziet het toch wel heel anders uit dan gisteren, met name die temperaturen liggen zomaar 10 graden lager dan gisteren. Eerst is het nog een regenachtige periode, maar in de loop van de dag wordt het vanuit het zuidoosten echt wel wat droger. Met daar dan als eerste ook nog wat ruimte voor de zon. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind tot vrij krachtig aan zee. Vanavond wordt het uiteindelijk overal droog, temperatuur zo tussen 11 en 12 graden en nog wel even wat ruimte voor de zon. En vannacht breiden die opklaringen zich wat verder uit. De minima komen uiteindelijk uit zo tussen 7 en 9 graden. En de wind die zwakt nog wat verder af, draait naar het zuiden en is overwegend zwak uit die zuidelijke richtingen. Zaterdag is natuurlijk de dode herdenking. Dan starten we nog droog met een mix van wolken en zon. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden die kans op regen en onweersbuien toe. Waarschijnlijk hebben we daar dan in de avond ook wel mee te maken in een groot deel van het land. De wind is overwegend matig uit zuidelijke richtingen, waarbij de temperatuur nog wel kan oplopen naar 16 tot 18 graden. Dan naar de zondag, dat is natuurlijk bevrijdingsdag, er staan veel festivals op het programma. En zeker in het noorden ziet het er toch niet heel erg goed uit. Daar de grootste kans op buien of wat lichte regen, daar zou je de poncho echt wel nodig hebben. In het zuiden daar ziet het er allemaal wat beter uit. Daar vaker die mix van wolken en zon. En enkele buien sluit ik daar ook niet uit. Maar over het algemeen ziet het er daar wel prima uit. En de temperatuur komt ietsje lager uit dan op de zaterdag, doordat de wind iets meer uit de westelijke richtingen waait. En komt dan uit zo tussen 15 en 17 graden. Kijken we naar de dagen daarna. We zagen het net al op de weerkaart. Maandag en dinsdag echt nog wel wisselvallig weer. Met die aanvoer van buien en temperaturen zo rond 16 graden. Maar vanaf woensdag wordt het allemaal wat stabieler. De hoge druk gaat meer invloed uitoefenen. De temperatuur gaat langzaamaan iets omhoog. En we gaan de zon vaker zien. En het is dus eigenlijk in de loop van de week echt wel veel mooier weer om erop uit te gaan. Tot de volgende keer.